Oké. Als ik dit doe... Wow! Holy shit! Dit is echt fucking vet! Ik heb me iets briljants gevonden op het internet. Het is echt niet normaal. Ik ga het vandaag speciaal voor jullie doen. Ik heb er zo fucking veel zin in. Facewalk is een app waarmee je ervoor kan zorgen dat jouw gezicht op... Je zal het zien. Briljant. Facewalk Live is gewoon te downloaden in de App Store of in de Play Store. Het kost wel een euro volgens mij, maar dan heb je ook wat. Rate Facewalk Live. No thanks. I haven't even worked. No. Oké, dit is het plan. Ik ga use photo. Don't show the screen. Jawel. Use photo. Bam. Oké, dit ben ik. Jee, wat de fuck is dit, man? Je ziet onderaan zie je een aantal mensen. Ik scroll er even doorheen. De clown, een hond. En een pussy. En een pussy. En een pussy. En een pussy. Wow! I'm ready. Moet ik nou gewoon op een ding klikken? Ja! Holy shit, dit is echt episch. Wacht, je kan het volgens mij ook zo. Oh, ik zie er echt uit als een hele lelijke baby. Ik hoop niet dat er ooit een moeder is in de wereld die bevalt en dan naar beneden kijkt en dit ding ziet. Wow! Ja, hij doet het zo fucking goed. Ik begin er gewoon helemaal fucking van te zweten, man. Dat is niet normaal, zeg. Beyoncé, come and get it. Wow, mijn tong doet het ook gewoon. Ik lijk niet eens op Beyoncé. Oké, op naar Donald Trump. Donald... Wow! Wow! Deze is fucking niet normaal! Durf niet eens te kijken, man! Holy shit, deze is sick legit. Dit is zo goed. Echt niet... Hoe goed het meegaat met je mond? What is the difference between Calvin Boomer's haircut and a dead beaver? A dead beaver ain't got 7 billion on the fucking bank. Wow, dit is echt, dit is niet normaal. Deze vind ik een beetje jammer. Ik krijg ook echt last van mijn fucking arm, jongen. Deze is echt, dit is fucking vet, jongen. Ik weet niet wie dit is. Het is waarschijnlijk heel erg dat ik niet weet wie dit is. Dit is waarschijnlijk gewoon een willekeurige boer uit Groningen. Yo, dat is alweer godverdomme zo laat te doen. Nee, dit is echt fucking Brabants. Kut. Wat zullen we daar aan doen, ja? Nou, godverdomme godstraai heen. Dat is niet gelopen. Ik heb misschien wel een slikken, hè? Kut. Maar dat betekent niet dat ik uit een godverdomme randstad kom zeggen. Jezus, maar de gest is niet gelopen. Hillary Clinton. Wow. Mijn lipjes. Ik heb echt lekkere spitse lipjes zo. So why don't you vote for me? Because I'm gonna give you a little kiss right there. Come on. Come on. Let me kiss you right. Look right. Oh, wait. Let me kiss you right. Look. Yeah. Oh. Wait a second. Heel plastic voel ik me. You want a little kiss right there on the cheek? Huh? Come on. Op naar de clown. Deze is echt niet leuk. Deze is echt kut. We gaan over naar de hond. Nou weet ik zeker dat als ik deze hond doe, dan weet ik 100% 100% Oh, no fucking pun intended and I still fucking did it, alright? Hij is of heel goed, of heel kut. Nee, ik had het verkeerd. Hij is middelmatig. Kitty time. Deze is toch kut, jongen. Dit is niet... Deze is echt zwaar kut. Oké. Big eyes, come on. Big mouth. Ik kan mijn lach gewoon niet inhouden voor deze. Wow, mijn fucking tong, zag je dat? Lekker een kus op je fucking hoofd, hè? Huh? Lekker een kus op je fucking hoofd, hè? Huh? Oh, another baby. I would do good as a baby. Oké, die vorige baby was echt kut. Deze baby staat mij goed. Deze vind ik stom. Deze vind ik stom. Deze vind ik ook stom. Oké! Importfoto. Justin Bieber. Ja. Oh, ik ben zo blij dat dit is gelukt. I kinda like deze, oké? Maar dan, we gaan dit doen. If I was your boyfriend, I'd never let you go. Ik lijk nog best wel, man. Als ik dit doe... Wow! Holy shit, dit is echt fucking vet. Is it too late now to say sorry? And is it too late to say I'm sorry now? Oh, ik ben echt fucking blij. Oké, ik ga nog even een aantal mensen doen. Oké, dit is de ultieme test. Ik ga kijken in hoeverre het is dat Joost en ik broers zouden kunnen zijn. Wow. Hallo. Wow, dit is fucking... Wow. Fucking bitches.
Oké, ladies and gentlemen, ik heb nog een aantal van jullie in de fucking petto. Ik begin even met Enzo. Wow, dit is echt messed up. Wow! Oké, kijk hoe... Wow, dit is nog best wel oké. Deze, ik vind deze fucking creepy, man. Ik vind deze... Ik heb nog best wel een beetje hetzelfde kapsel als Enzo, volgens mij. Ik vind het zo fucking mooi. Oké, we gaan het proberen. Yo mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en vandaag is het een super speciale dag. Deze is fucking goed, man. Oké, we gaan het nog een keer doen. En dan ga ik Enzo's audio eronder doen. Komt-ie. Hallo dames en heren en tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. Dit is niet normaal. Deze is echt niet normaal. Deze is... Oh, fuck. Holy shit, man. Mijn leven is compleet. Volgende is Ariana Grande. Let's do this. Shit. Ik voel me echt lekker, man. Mijn wimpers zijn on fleek, jongen. Oké, komt-ie. Cause I know what I can do. Cause it don't gotta work. Da 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 da. Na 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 na. You ain't old, baby. Come in the evil eye. Hij is creepy, man, maar hij is wel goed. Hij is echt goed. Ik probeer Kanye West. Oh, holy shit! Oh, ik vind het zo fucking vet. You ain't got the answers, Sway! You ain't got the answers! You ain't got the answers, Sway! I am the most impactful artist of our generation. Ik voel me echt als een oude oma als ik zo op mijn telefoon klik. Zo doen oma's dat altijd. This is my boy Will Smith, okay? Dit is sick, man. Leonardo DiCaprio bijvoorbeeld. Die heeft wel een beetje het kapsel wat ik heb. Wow. Holy shit, man. It's best nice. I like it. I fucking like it, man. I'm not going! Ik zweet maar door. Echt als een wilde fucking kanarie, jongen. David Beckham heeft ook wel iets van mijn kapsel. Wow. My name is David Beckham. That is not gonna be weird or anything for me to do this, but you know, it's just what it is, man. I'm gonna fucking score the goal. I'm gonna call Vivi Bass Vivi. I'm gonna have him celebrate a fucking... Ik heb geen idee wat de fuck ik net zei. Ik had het over Bas. Oké, ik heb als klap op de vuurpijl iemand die jullie uiteraard al lang bij mij zouden verwachten. Eén die ik eigenlijk niet kan doen, maar toch ga doen. Dit lijkt echt voor geen meter, jongen. Oké, als jullie kunnen raden wie dit is. Major respect. Ik ga je nu dit laten zien. Het was Adolf Hitler. Oké. Dames en heren, jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Maar ik wil jullie één ding zeggen. Ik vond het vet leuk om te doen. Dus ik wil graag dat jullie op Instagram deze foto checken. Mij volgen, deze foto liken en onder deze foto achterlaten wie ik de volgende keer moet face-swappen. Geef een duimpje omhoog op deze video als je het tof vond. En nou oprecht deze keer echt doen. Want dan weet ik dus dat jullie dit leuk vinden en dat ik nog een deel 2 kan maken met de comments die jullie hebben ingestuurd. Dus geef alsjeblieft een duimpje omhoog, want dan weet ik of jullie dit tof vonden. Ik heb last van mijn arm, dus abonneer daarom. I love you, all of you. Nina, ik mis je. Geroenige, geroete, geroeie, graag, grazend goud. You got this! Go! Kuttenklamers is de meest fantastische show ooit gemaakt op het wereldje van YouTube. Ik ga gewoon meteen beginnen. Ik moet er ook niet veel te veel meer over zeggen, want je klaar. Oké, ik ben deze video even aan het editen en ik kom er net achter of ik realiseer me net iets. Er is iemand die mij vertelt dat ik deze video moest maken. En ik wil hem even credit geven, want ik vind dat iedereen die iets goeds heeft, een idee heeft, moet daar credit voor krijgen. Tom van Kortom heeft mij op een dronken avond verteld dat ik dit moest doen. Dus Tom, ik wil je toch nog even bedanken daarvoor. Ik heb de video fucking hilarisch. Love you, man. Check Tom's kanaal. Tom, of Kortom. Dag.